Hallo en welkom allemaal op een nieuwe procesvideo op mijn YouTube kanaal. Het is een tijdje geleden dat ik weer eens procesvideo's gemaakt heb voor hier. Daar moeten even veranderingen komen, vind ik zelf. Tenminste, ik ben al een tijdje niet helemaal lekker in mijn creatieve velletje. En ik besloot om vanmorgen gewoon maar aan de slag te gaan, een foto te pakken en wel zien waar het schip strandt. In plaats van aan een project werken of aan specifiek voor een designteam of wat dan ook. Dus ik heb besloten dat ik deze foto wilde gaan scrappen. En ik heb lekker een nieuw papier erbij gepakt van de beurs. Dit velletje waar ik nu gesso op smeer is een iets oudere collectie van Bo Bunny. Is eigenlijk een babylijn. Maar hij past heel goed bij de foto qua kleur. En ik wil lekker iets mixed media-achtig erachter doen. Dus ik heb een baan van gesso gemaakt. De gesso die ik gebruikt heb is van Vicky Boutin. En ik ga daar een beetje waterverf op aanbrengen. En dat doe ik met behulp van watercolor pens, denk ik dat ze heten. Moet ik heel eerlijk gezegd even nakijken. Maar het zijn nieuwe watercolor markers van Vicky Boutin ook. En ik heb 3 verschillende kleurtjes gebruikt. Een beetje een aquarel kleurtje, omdat groen. Mijn jongste zoontje heeft op de foto een groen-gelig t-shirt aan. Dus dat wilde ik een beetje terug laten komen. Dus ik ga met groen en blauw tinten aan de slag. Dus ik heb blauw, groen en turquoise. En dat spray ik nat. En vervolgens droog ik dat met mijn heat tool en met een doek. En nu ga ik wat stempels aanbrengen. En die stempels die zijn van Elizabeth Craft Design. Het zijn eigenlijk plannerstempels. En toen dacht ik, ja, eigenlijk zoek ik alleen maar cirkels. Woordjes met cirkels. En deze zijn perfect daarvoor. En ik gebruik stempelinkt van ook van Vicky Boutin. Omdat die zo mooi paste bij de rest van de kleurtjes van de watercolor markers. Het is aparte inkt. Het is inkt wat watervast is. Dus dat is weer eens wat anders. Maar hierdoor is het perfect voor mixed media. Want het is dekkende inkt. Het doet er alleen wat langer over om te drogen. Dus daar moet ik een beetje rekening mee houden. Ik stempel grote cirkels en kleine cirkels. Ook die komen van Elizabeth Craft Design vandaan. En het is een stempelset die Charlene ontworpen heeft. Het middenstuk van mijn papier, daar komt een strook groen papier. Dat wordt echt wel een beetje de eyecatcher en de basis van mijn pagina. En omdat ik dat geknipt maar zij vind, heb ik hem afgescheurd. En de andere kant geef ik alsof een scheurrandje door een distress tool er langs te halen. En wat dat eigenlijk is, het is gewoon een scherp mesje. Je kunt het ook met een schaar bijvoorbeeld doen. Alleen doordat dat plasticje eromheen zit, voorkom je dat je in je papier snijdt. Dus dat scheelt wel heel. Met een schaar heb je dat wel sneller dat je er haaltjes in maakt. Ik heb in een bakje heb ik cirkels liggen van een kaart die Matthijs gemaakt heeft. Het zijn cirkels van gestanst uit kraftpapier. Toen dacht ik, oh, dat past wel goed bij mijn cirkelthema. En dat bruine komt dan weer een beetje terug. Dus die ga ik gebruiken. Dat is eigenlijk een beetje mijn inspiratie voor de rest van de pagina. En mijn foto die mat ik op een stukje kraft en op een achtergrondje van papier van Vicky Boutin. Dat groene papiertje is dat ook trouwens. Maar ik besluit dat ik nog iets erbij wil en dat is een stencil. En ik was erg fan van Vicky Boutin vandaag, want deze stencil is ook van haar. En ik gebruik Sand Modeling Paste. En het leuke van deze Sand Modeling Paste is dat hij een beetje bruin-grijzig opdroogt. En echt een beetje dat zandstructuurtje aanbrengt. Wat de naam al zegt, Sand Modeling Paste. Maar het is daarnaast ook een hele fijne modeling paste, omdat hij eigenlijk gewoon bijna niet onder je stencil vandaan komt. Dus dat is heel erg fijn. Het is een dikke modeling paste. Zorg er wel voor als je hem opruimt dat je even de zijkanten schoonmaakt. En dat je het niet helemaal aan de bovenkant laat zitten. Want dan heb je kans dat anders je modeling paste uitdroogt. Ik ga een filmstrip stansen. En die wil ik eigenlijk over de hele lengte hebben. Dus ik ga de techniek partial die cutting gebruiken. En wat dat is, is dat je je stans net buiten je plaat legt. En dan de eindeinde van de stans, stanst die dan niet. En deze, omdat die vrij universeel is, of uniform moet ik zeggen, kan ik hem erop aansluiten. En nu leg ik het begin niet tussen mijn platen, waardoor die daar niet goed stanst. En heb ik een border van 30 centimeter, dus die past dan over mijn hele pagina heen, van een filmstrip. Dus op die manier kun je gewoon
ook dit soort stansen die wat korter zijn dan je scrapbookpapier, gewoon gebruiken als, als border. Als je het te moeilijk vindt, kan je natuurlijk uiteraard gewoon twee stansen aan elkaar plakken. Maar ik vind dit eigenlijk makkelijker en dan zie je niet dat het los is. Ik heb een stukje papier uitgeknipt en daar heb ik allemaal stansen op gelegd, zodat dat al mijn embellishments kunnen worden. En al deze stansen komen uit de eerste en de tweede release van de Planner Essential lijn van Elizabeth Craft Design. En ik voeg op mijn kraftpapiertje ook nog wat stansen toe. Dit zijn voornamelijk stansen uit de eerste lijn. Uit de eerste release, alleen het maandwoordje August is uit de tweede. Dus die heb ik ook uitgestanst. En vervolgens pik ik al mijn stansen op mijn pagina of op mijn werkplek met mijn magneet. Dat is echt mijn, de uitvinding van de eeuw. Dat ik daar nooit over nagedacht heb. Dus op die manier raak ik mijn stansjes niet zoek. Ik ben er nog wel eens een paar kwijtgeraakt. En op die manier komt. En door met die magneet over mijn werkvlak te gaan, pikt hij alle stansjes op. Ook degene die verborgen zitten achter een papiertje. Soms schiet er wel eens een papiertje de lucht in, maar ach, dat heb ik dan maar voor lief. Ik ga mijn mondeling paste wat drogen met mijn heat tool. Dat heb ik een beetje eruit geknipt, want dat duurde heel erg lang. Je kan aan de achterkant kon je heel erg goed voelen wanneer die mondeling paste nog nat was. En dat heb ik toch wel wat langer laten drogen. Het is wel grappig om te zien, want hij ging echt heel erg krom staan deze pagina. Maar inmiddels, ik heb hem gisteren gemaakt, inmiddels is hij eigenlijk alweer helemaal plat getrokken. Dus probeer er niet altijd te druk om te maken. Het is soms wat lastiger met opplakken als hij zo heel krom is. Dat je denkt, oh, hoe gaat dit worden? Maar ja, over het algemeen, als alle vocht uit zo'n pagina getrokken is en je hebt het gewoon op een vlakke ondergrond laten drogen, dan trekt hij over het algemeen redelijk recht. Soms helpt het om hem daarna, nadat hij droog is, onder iets zwaars te leggen. Ik leg ze wel eens gewoon onder mijn snijmat een dagje. En dan trekken ze ook altijd wel helemaal recht. Wil dat echt niet werken, dan kun je altijd nog hem strijken. Dat doe je dan met een hydrofiele luier overheen en een strijkje met de achterkant. Maar niet alle mediums, zeker als je heel veel mixed media gebruikt hebt, kan daar even goed tegen. Dus daar moet je dan wel rekening mee houden. Ik heb al mijn embellishments op mijn pagina gelegd en een beetje clustertjes gemaakt. Ik heb ervoor gezorgd dat ik drie clusters heb. Eentje in een driehoek, dus eentje rechts, is het rechtsboven aan de foto, eentje linksonder en eentje linksboven. En op die manier heb ik drie plekken waar ik los kan gaan. En zolang ik me beperk tot die drie plekken, kan ik ook echt wel losgaan. En dan zal een pagina er niet snel helemaal overboord uitzien. Of helemaal dat er echt te veel embellishments op zitten. Ook beperk ik mij een klein beetje tot deze kleurtjes. Ik heb hier mijn strook met mijn diaprint. Of fotostrip. Dat plakt helemaal niet op die modeling paste. Ik heb alle middenstukjes met lijm voorzien. Dus de zijkanten die niet ik vast met mijn tiny attacher. Het is helaas buiten beeld. Had ik niet helemaal door. Maar voor het geval dat je niet weet wat een tiny attacher is. Dat is een heel klein niet-machientje van Tim Holtz. Die echt door hele dikke ondergronden kan. Maar wel hele kleine nietjes levert. Dus hij is heel erg geschikt voor mixed media. Ook bijvoorbeeld wood veneers kun je heel erg goed vastzetten met zo'n nietje. Mijn foto heb ik voorzien van dubbelzijdig foam tape. Zodat hij wat hoger op de pagina komt. En eigenlijk het hoogste op mijn pagina is. Op die manier trek je ook wat meer aandacht naar de foto toe. En omdat ik overal foamtape heb, moet ik een beetje opletten wat ik onder de foto wil plakken en wat niet. Dus dat heb ik al een klein beetje mee gevogeld. Het meeste heb ik eruit geknipt, want het was echt gevogel. Maar voor de rest ging het wel goed. Ik plak sommige dingen op met mijn lijm, met de Scotch Tacky Glue. En andere dingetjes met mijn foamtape. Om ervoor te zorgen dat het een beetje op dezelfde verdieping komt als de als de foto's en of dat het op een lagere verdieping komt. Ik weet niet of jullie heel erg last hebben van het geluid, maar ze zijn hier aan het verbouwen in de wijk. Dus overal is heel veel herrie. Ik heb geprobeerd een zo stil mogelijk moment te kiezen. Maar helaas zijn ze af en toe, nu zijn ze tegels aan het vast trillen. Dat maakt heel veel herrie. Dus ik hoop niet dat jullie daar al te veel last van hebben. Tijd om te gaan versieren. Alle embellishments die ik gestanst heb, die zitten op mijn pagina. Dus tijd om stickers erbij te pakken. Dit zijn stickers van de nieuwe lijn Kaleidoscope van Vicky Boeten. En daar zitten woordjes bij als cheese, everything about this en tapjes en natuurlijk plusjes.
Die plak ik op mijn pagina en ik beperk mij weer tot die 3 embellishment clustertjes. Ik heb ook nog een puffy sticker van deze lijn. En die wilde ik wel gebruiken omdat het papier wat ik gebruikt heb, die groen met die blaadjes en de achterkant van de foto en dat regenboogpapiertje, komen ook uit deze lijn vandaan. En dan vind ik het altijd wel leuk om matching stickertjes erbij te vinden. Nou, daarna ben ik echt op een zoektocht gegaan, want ik zocht iets van een titel wat naast de foto kon. Nu is dit een samengestelde foto. Dit zijn 2 losse 3x4 foto's die ik in een in de Project Life app naast elkaar gezet heb. Enkel de achtergrond is wit, dus je ziet eigenlijk niet dat het 2 losse foto's zijn. Maar ik wilde iets neerzetten als My Boys of Best Foto of 2018. Maar ik kon het niet vinden. Ik kom uiteindelijk deze sticker tegen met Best Kid Ever. En ik heb een beetje moeite met die sticker, want ik heb Best Kids Ever. Dus ik heb het woordje kid ertussen uitgeknipt. Waardoor hij eigenlijk ook een betere lengte kreeg. En hij past heel erg goed onder de foto. En vooral het zwart accent vond ik wel mooi. Dus ik wilde wat meer zwart accenten. Want ik had natuurlijk die kruisjes of plusjes ook al toegevoegd. En Making Memories een ronde puffy bovenin. Dus ik vond het wel leuk als ik wat meer zwarte accenten heb. Dus die Best Ever die past daar heel erg goed. Dit is van mijn meest favoriete collectie ever. Dat is de Cool Kid collectie van Crate Paper. Helaas niet meer verkrijgbaar. Voor mij mogen ze daar nog wel een deel 2 van maken. Ik heb ook al aardig wat van deze collectie gebruikt. En ik vind het wel leuk om hem ook zo ver mogelijk op te maken. Dus ik heb hier de puffy stickers daarvan. Daar zitten, zaten kroontjes bij. Die had ik nog niet eerder gebruikt. Maar ik dacht, nou, voor deze kan ik die eigenlijk wel goed gebruiken. En nog wat plusjes en pijltjes. En daar kom ik ook het woordje Hey Buddy tegen. En ik zocht iets langs voorbij deze embellishment cluster om die L-shape te maken. Dus die kwam daar wel goed van pas. Maar er zit nu een gat waar ik niet blij mee ben. Dus die wil ik opvullen met embellishments. Ik heb embellishments op kleur gesorteerd. Dus ik heb mijn bakje met oranje, rood, groen. En zometeen komt er ook nog blauw bij. En dan ga ik even door wat daar allemaal in zit. En kleine elementjes toevoegen. Er zijn 2 jongenslijnen die hierin zitten. En ik merkte dat ik elke keer toch wel de embellishments van die lijnen erbij ging pakken. Dat is die van Pink Paisley en van Crate Paper. Daar zitten toch wel heel veel elementjes in de juiste kleurthema's. Maar toch net niet voldoende. Hier en daar wel een klein enameldotje bijvoorbeeld. Een woordje, kikkels. Groene enameldotjes, oranje enameldotjes. En in mijn blauwe bakje kwam ik deze skateboard tegen. Die paste qua formaten heel erg goed boven die Hey Buddies. Maar die witte lijn was een beetje breed. Dus die knip ik eraf. En vervolgens lijm ik deze eronder. De wieltjes komen uiteindelijk onder de Hey Buddy. Dus er staat nu alleen maar Let's Ride. En dan een soort bliksemschicht. Maar ik vind de samenstelling heel erg leuk van deze embellishment cluster. Nu mis ik alleen nog steeds iets boven als soort titel. Ik ga eerst mijn foto fixen, want die is hier en daar nog een beetje wiebelig. Dus daar doe ik foam tape onder. En op mijn gewone foto wat lijm er nog onder, dat het allemaal wat vaster zit. Ik check alle enameldotjes en puffy stickers of die allemaal vastzitten. En zo niet plak ik daar nog eventjes wat extra lijm onder. Zodat niet over een paar maanden alles los ligt. Vervolgens besluit ik om er 2018 van te maken. Ik heb zwarte glitter tickers gevonden die echt al heel oud zijn. Die plak ook echt niet meer, maar het zijn heel groot lettertype. Precies waar ik naar zocht eigenlijk. En daar maak ik gewoon 2018 van. En dat is gewoon de titel in deze pagina. Ik wil het even laten lijmen, vast zorgen dat het vast blijft zitten. Dus ik zet er iets zwaars op. En is dit mijn pagina geworden met wat close-ups. Ik hoop dat je het leuk vond. En subscribe, druk op het belletje enzovoort enzovoort. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Tot ziens.